Goedemiddag en welkom in deze prachtige burgerzaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Majesteit de Koninklijke Hoogheid, veel dank voor uw gastvrijheid om het symposium in dit mooie paleis te kunnen organiseren. I would like to extend a special welcome to your excellencies, Mr. Horinouchi, Ambassador of Japan to the Netherlands, and Ms. Roper, Ambassador of the United Kingdom to the Netherlands. En tevens uiteraard een warm welkom voor alle andere aanwezigen die hier vandaag in het paleis zijn. In het bijzonder de sprekers bij dit symposium. En natuurlijk hartelijk welkom aan iedereen die dit symposium virtueel bijwoont via Zoom. Dat zijn er heel veel mensen. Goedenavond, goedemiddag allemaal. En wij kijken heel erg uit naar uw participatie bij dit symposium. Mijn naam is Marcel Levy, ik ben lid van de Paleiscommissie en ik heb de eer dit Paleissymposium voor te mogen zitten samen met professor Ineke Sluiter, tevens lid van de Paleiscommissie. En wij verheugen ons op een prachtig symposium over COVID-19, waarin we in het eerste deel vooral zullen focussen op historische en psychologische aspecten. In het tweede deel ons gaan buigen over het internationale perspectief. En dan is er heel veel gelegenheid voor discussie en vragen en antwoorden in het tweede deel van het symposium. Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan professor Ineke Sluiter, lid van de Paleiscommissie en tevens co-voorzitter van dit symposium. Ja, dankjewel Marcel. Majesteit de Koninklijke Hoogheid, Your Excellencies en beste kijkers. Het is mij een genoegen om het eerste deel van dit symposium te presenteren. Mevrouw van Malenstein, zou ik u mogen uitnodigen om naar het podium te gaan. Dan vertel ik intussen de aanwezigen iets over uw achtergrond. Mevrouw Meli van Malenstein, dokter Meli van Malenstein, is altijd huisarts geweest in het dorp Vuren. En daarnaast heeft ze vanaf haar studietijd medisch-historisch onderzoek gedaan, speciaal over 18e-eeuwse verloskunde. En daar ging ook haar dissertatie over. Ze heeft een recent boek gepubliceerd, De Geplaagde Stad. En dat gaat over de stad Gorinchem en het verloop van de Spaanse griep, de pokken en de cholera in die stad. En dat plaatst u telkens in een groter historisch perspectief. En u gaat vandaag de COVID-pandemie voor ons in historisch perspectief plaatsen. U heeft het woord. Dank u wel. Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren. COVID is niet de eerste pandemie die de wereld teistert. Hoe gingen bevolking en overheid daar in het verleden mee om? Was dat anders dan nu, in tijden van cholera, pokken en Spaanse griep? Ik neem u mee naar die tijden. Eerst naar 25 juni 1832. In de haven van Scheveningen loopt een vissersboot vanuit België binnen. Behalve vis is er nog een andere, onzichtbare lading aan boord. De stuurman en de matroos zijn ziek. Braken en diarree als rijstwater. Direct wordt herkend dat het cholera is. Want het land is voorbereid. De nieuwe ziekte cholera heeft vanuit Azië West-Europa bereikt. In Parijs zijn al veel slachtoffers. Daar wantrouwt de bevolking de overheid. En als geruchten rondgaan dat de elite waterputten vergiftigt, breken rellen uit. Na Frankrijk wordt België getroffen en nu Nederland. Begin juli zijn er al 46 zieken en 4 doden. Eind juli breekt de cholera uit in Rotterdam en een maand later in Utrecht. Het land was dus voorbereid. Maar hoe en op grond van welke ideeën? 1832 was een kantelpunt in de strijd tussen twee meningen. De eerste, cholera wordt door een smetstof overgebracht, verloor al invloed. Toch werden maatregelen als quarantaine en isolatie van zieken nog gehandhaafd. Maar de alternatieve mening won snel terrein. Kwade dampen waren de oorzaak. Een heel oud concept.
ziekte als straf van God die de lucht onrein maakt en zo de mensen ziek. Logisch dat de overheid opriep God te bidden het land te sparen. Dat was al zo in de tijd van de pest. Anno 1832 was de overtuiging dat die kwade dampen opstegen uit alles wat stonk. Niet zo gek, want er was genoeg stank. Mesthopen op straat en met drek vervuilde grachten stonken als de pest. Dus werd het beleid alles aanpakken wat stinkt. Grachtwater verversen, straten schoonmaken, openbare secreten, toiletten, plaatsen en drekputten. Op zich prima, maar die loosden wel op grachten waar mensen hun drinkwater uithaalden. 4 cholera-epidemieën teisterden in de 19e eeuw Nederland met meer dan 65.000 doden. Tijdens de laatste in 1866 was duidelijk geworden dat met ontlasting vervuild drinkwater het euvel was. Hoe? Zeker, medici ontdekten de oorzaak en de verwekker van cholera. Maar al veel eerder was gewezen op het kwaad van de miserabele sanitaire toestanden in krottenwijken. Dat deden de zogenaamde hygiënisten. Een brede Europese beweging van ingenieurs, economen, juristen, maar ook onderwijzers en artsen, zoals Sarfati in Amsterdam. Zij keken niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de omstandigheden, de maatschappij. Dan is het 25 februari 1871. In de haven van Gorinchem ligt een schip met aan boord een ziek kind. De dokter die het kind ziet, schrijft op een briefje dat het duidelijk tekenen van pokken vertoont en niet gevaccineerd is. De volgende ochtend vaart het schip verder. In Nederland heerst dan de laatste grote pokkenepidemie. Anders dan cholera was pokken een oude bekende die cyclisch voorkwam en vooral kinderen trof. Anno 1871 was de mening weer mainstream geworden dat pokken door een smetstof werd overgedragen. De aard van die smetstof, het pokkenvirus, was nog onbekend. Maar de acties waren passend. Besmette huizen werden gemarkeerd, kleding en beddengoed van pokdoden onteigend en verbrand. Dat riep weerstand op. Opmerkelijk trouwens, die epidemie. Want in 1871 was preventie door vaccineren toch al mogelijk? Koepok-inenting was al vanaf de Franse tijd met grote landelijke campagnes ingevoerd. Hoe kon het dan dat in 1871 nog zo'n grote epidemie uitbrak met 20.000 doden? Het vaccineren was versloft. En ook door bezwaren uit orthodoxe hoek was de vaccinatiegraad zo gedaald dat de ziekte weer kon oplaaien. En nu niet alleen bij kinderen. Het was een drama. Pokpuisten bleven lelijke littekens en de sterfte was hoog door complicaties. En pokken trof vooral mensen die dicht op elkaar wonen, wat werd door druppeltjes in de lucht overgebracht. De landelijke overheid reageerde snel. Kinderen moesten gevaccineerd zijn voordat ze naar school mochten. Vaccinatiedwang. Dat riep weerstand en protest op. Maar effectief was het wel. Na 1900 was pokken in Nederland zeldzaam en in 1980 wereldwijd uitgeroeid. En dan is het 18 oktober 1918 en in Amsterdam vergadert de gemeenteraad. Op de agenda
moeten de scholen sluiten vanwege de Spaanse griep. In de zomer leek het nog een gewone griep. Vooral ouderen en kwetsbaren werden getroffen. Maar in de loop van oktober kwam een tweede golf, plotseling en kwaadaardig. Mensen werden doodziek met hoge koorts en schuimend bloederig sputum. En nu vooral jongeren tussen 15 en 40. Het ging zo snel en het was zo hevig dat zelfs aan longpest werd gedacht. Overal in het land werd overwogen om scholen te sluiten, om verspreiding tegen te gaan. Dat werd plaatselijk besloten. Er was geen centrale regie. In tegenstelling tot andere steden sloot de Amsterdamse gemeenteraad de scholen niet. Ondanks veel discussie. Als je de scholen sluit, kan alles wel dicht. Dan staat de maatschappij stil. Onmogelijk. Er volgde een motie voor schoolsluiting, maar de uitvoering werd op de lange baan geschoven. In Parijs wordt op 11 november de wapenstilstand getekend, het einde van de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Kamer, in diezelfde week, woedt in ons land de Spaanse griep het hevigst. In de Tweede Kamer moet de minister zich verantwoorden. Is het longpest? Hij antwoordt dat die geruchten onjuist zijn en opduiken omdat de ziekte zo besmettelijk en acuut is en de verspreiding zo snel gaat dat er geen effectieve maatregelen zijn. Verkeer met het buitenland is een risico. Maar de grenzen sluiten is geen optie, omdat de ziekte toch al over de wereld gaat. De meeste winkels waren open. Voetbalwedstrijden, kerkdiensten gingen door. Halfzieken werd wel aangeraden om thuis te blijven. En de gezondheidsraad adviseerde volksophopingen te mijden en hygiëne in acht te nemen. Veel luchten en handen wassen. In het deftige Den Haag gingen nog andere adviezen rond. Eucalyptusbonbons eten, regelmatig roken en cognac drinken. Die reinheidsadviezen zijn terecht, schreef een krant. Maar de vrouwen van de smalle gemeente kunnen helemaal geen zeep betalen. Schaarste, voedseltekorten, daar waren de mensen mee bezig. Nederland was neutraal, maar leed gebrek omdat de aanvoer van grondstoffen geblokkeerd was. De minister verhoogde diezelfde week het broodrantsoen, want ondervoeding werd als risicofactor gezien. Terecht, want in Drenthe was de sterfte het hoogst door armoede en ondervoeding. Er was geen effectief medicijn of vaccin. En die tweede golf raasde door het land. Begin 1919 was het al voorbij. 30.000 doden op ruim 6,5 miljoen inwoners. 2 jaar later concludeerde een overheidsrapport, al was de nood hoog, tot een algemene ontwrichting heeft de ziekte niet geleid. Is het nu anders dan toen? Spaanse griep sloeg het hardst toe in de armoedigste streken. Covid is fataler voor arm dan voor rijk. Dat is niet anders. Risicofactor is nu niet ondervoeding, maar juist overgewicht. Vaccins hebben we en de maatregelen worden landelijk bepaald. Effectief en ingrijpend. Heel herkenbaar is uit de tijd van pokken de weerstand tegen maatregelen en vooral tegen vaccinatiedwang. Complottheorieën zijn er altijd geweest. En bij de bestrijding van cholera bleek al dat naast de mening van medici ook die van andere disciplines telt. Ten slotte, oude voorschriften als reinigen en quarantaine
zijn nog onverminderd werkzaam en niet minder dan in 1832 geldt. Wees voorbereid. Dank u wel. Dokter van Malenstein, dank u wel voor die prachtige aftrap. Dat is echt heel veelbelovend, ook voor onze discussie straks. Heel veel dank daarvoor. Het podium wordt nu even gereinigd. We zijn tenslotte hier bij een COVID-symposium. En terwijl dat gebeurt, en ik langzamerhand professor Denies mag uitnodigen om die kant uit te gaan, langzaamaan, ga ik u ook aankondigen. Professor Damiaan Denies is afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC en hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een bekend gezicht in het publieke debat. En misschien de moeite van het vermelden waard, hij is ook de winnaar van een Ig Nobelprijs. Niet helemaal hetzelfde als een Nobelprijs. Het is een prijs voor onderzoek waardoor je eerst even moet lachen en dan moet nadenken. En hij heeft die prijs gekregen omdat hij een nieuwe aandoening heeft ontdekt, of misschien er een naam voor heeft bedacht, namelijk misofonie. Dat wil zeggen dat iemand tot razernij gebracht kan worden door bepaalde geluiden. Die geluiden gaat hij nu vermijden, maar hij gaat ons toespreken over de psychologische gevolgen van COVID-19. Gaat uw gang. Dankjewel. Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren. Wanneer we ons in een crisis bevinden, een land worstelt en de wereld vecht, dan willen we de betekenis begrijpen. Wat gebeurt om mij heen? Hoe moet ik mij tot die wereld verhouden? En als je mij vraagt om die betekenis in één metafoor te vatten, dan denk ik aan I can't breathe. En het zijn de laatste woorden van George Floyd, die door de politie in een wurggreep werd gehouden, het bewustzijn verloor en stierf. Ze werden een strijdkreet tegen racisme en sociale ongelijkheid. Maar het zijn ook de woorden van patiënten die in ademnood aan het coronavirus sterven en van het zorgpersoneel dat door uitputting niet op adem kan komen. Van de verkoopsters en eigenaars in winkeltjes en bedrijven, van obers en koks in cafés en restaurants, van kunstenaars en technici in theaters en cinema's die hun werk verliezen en de toekomst met onzekerheid tegemoet zien. En van de miljoenen in quarantaine, kinderen, studenten, werkenden, ouderen, die zich alleen voelen en snakken naar samenzijn en lichamelijk contact. I can breathe zijn de woorden van ons allemaal die opnieuw in vrijheid willen leren ademen. Onophoudelijk stellen wij ons de vraag wat de impact is van het coronavirus op de samenleving. We zien het virus als de vijand in een bittere oorlog. Maar zijn virussen niet een natuurlijk deel van de evolutie? Er zijn 10 tot de 31ste virussen op aarde. Het aantal virale infecties in oceanen bedraagt 10 tot de 23ste per seconde. En ze elimineren per dag 40% van alle bacteriën. 10% van ons eigen DNA bestaat uit virussen die sinds duizenden jaren in onze cellen zijn ingeschreven. Wij moeten ons niet de vraag stellen wat de impact is van het virus op de samenleving, maar wat de impact is van de samenleving op het coronavirus. Waarom maken wij van dit virus een crisis? Wij zijn bang. We kunnen ziek worden, sterven. Het virus is onzichtbaar, het is onbeheersbaar. Ik zie, hoor, ruik en voel het niet. Iedereen kan een slachtoffer worden, maar iedereen kan ook een dader zijn. En we zijn boos om de maatregelen,
hun willekeur, de onbegrijpelijkheid en de wanverhouding. Omdat alles moet wijken. Arbeid, onderwijs, politiek, recht, wetenschap, kunst, gezondheidszorg. Maar ook familiebanden, vriendschappen en de lijfelijke aanraking. Het oordeel van het onafhankelijk WHO-rapport, recent gepubliceerd, is hard en duidelijk. COVID-19 remains a global disaster. Worse, it was a preventable disaster. Global leadership was absent. Tensions undermined multilateral institutions and cooperative action. The initial outbreak became a pandemic as a result of gaps and failings at every critical juncture of preparedness for and response to COVID-19. Onze omgang met de pandemie is niet beschouwend en rationeel, maar obsessioneel en emotioneel. We zijn vooral bang en boos, omdat het virus ons confronteert met onze eigen vergankelijkheid en de oncontroleerbaarheid van de wereld. Terwijl we afgelopen decennia alles in het werk stelden om de wereld te voorspellen en in controle te zijn. We waren juist gewend geraakt aan ons meesterschap. En plots worden we gedwongen te beslissen wie op de intensive care mag. Een keuze waar niet meer valt te kiezen. De pandemie ondergraaft onze autonomie. En wij maken van het coronavirus een coronacrisis, omdat het virus onze autonomie besmet. Wie opgroeit in het Westen, wordt opgevoed met de aanname dat individuele vrijheid het hoogste bereikbare is in het leven. We geloven onvoorwaardelijk dat autonomie garant staat voor geluk. Wie autonoom is, zal gelukkig worden. En wie gelukkig is, kan niet anders dan autonoom zijn. In het licht van het streven naar autonomie wordt elk gedrag, ook immoreel gedrag, geaccepteerd. Een principe wat zich vertaalt als het meeste mogen, het meeste kunnen en het meeste zijn, bij voorkeur meer dan anderen. Autonomie is een plicht en een recht. Zodra ik word geboren, krijg ik de opdracht een succesvol wezen te worden, mijn existentie tot goud te verzilveren. En ik eis dat de samenleving me in deze verwezenlijking ondersteunt met onderwijs, sociale voorzieningen, wonen en werken. Hoe succesvol zijn we in ons streven naar autonomie? Zeker, wij zijn autonoom, maar niet zonder technologie. Volwassenen controleren hun telefoon ongeveer 300 maal per dag en kinderen spenderen 5 uur voor een beeldscherm. Zeker, wij zijn autonoom, maar meer dan ooit belemmert regelgeving onze vrijheid. De helft van de jonge professionals voelt zich gehinderd door werkdruk en een kwart van de docenten, artsen en wetenschappers overweegt zelfs om te stoppen. Zeker, wij zijn autonoom, maar we vergeven elke dag onze aandacht, de tijd van ons leven aan virtuele sociale media, waar mijn deelname letterlijk als koopwaar wordt verhandeld. Zeker, wij zijn autonoom, hoewel al het denken tegenwoordig dwarsdenken is geworden en een cancelcultuur gemeengoed. We zijn autonoom, maar we kijken naar dezelfde Netflix-series, eten dezelfde HelloFresh-gerechten, kopen dezelfde smartphone, bestellen dezelfde espresso en beklimmen dezelfde berg tot er doden vallen. Hoe autonoom zijn we als de helft van de bevolking psychische klachten ontwikkelt? Als 1 op 5 angstig is, 1 op 6 depressief en 1 op 10 verslaafd? En iedereen lijdt aan stress, burn-out of eenzaamheid. Onze autonomie is adembenemend, triomfantelijk en
verstikkend. I can breathe vertolkt niet het leven tijdens, maar ook het leven voor de pandemie. Het kan ook geen toeval zijn dat we allemaal opnieuw massaal met yoga willen leren ademen. Is het niet merkwaardig dat we bang zijn een autonomie te verliezen die er nooit was? Dat we leven in de illusie van een autonomie die we niet hebben? Dat we ziek worden omdat we een autonomie nastreven die we niet kunnen bereiken? Is onze autonomie niet gebaseerd op een misverstand? Wij interpreteren autonomie vanuit het individualisme. Ze bemoedigt het idee van persoonlijke verwerkelijking en onafhankelijkheid, waardoor de belangen van het individu voorrang krijgen op de gemeenschap. En door gestage individualisering is het individu de hoeksteen geworden van onze samenleving. Economie, onderwijs, sociaal verkeer, consumptie, noem maar op. Ze zijn ingericht op het individu. We spreken al lang van een personal computer, een selfie, een iPhone, een iBook, een iMac, een iWatch, een i boven alles. Elk product, van sneakers tot auto's, worden persoonlijk gelabeld. Ik wil meer mezelf worden, hoor ik vaak. We zijn maakbaar. We kunnen allemaal person of the year worden. En als de opdracht is volbracht, als ons leven als product is geconsumeerd en daarom de betekenis van de wereld is verdwenen, dan is ons bestaan voltooid. Want ook de dood mag niet aan onze controle ontsnappen. Wij begrijpen het ultieme ideaal van autonomie als een persoonlijke en emotionele beleving, als het maar goed voelt. Maar is autonomie niet eerder relationeel dan individueel? Veronderstelt autonomie niet het begrip van wederzijdse relaties die de ontwikkeling van mijn persoonlijkheid mogelijk maken? Wordt mijn identiteit niet gecreëerd door een taal en een cultuur van een gemeenschap die ver boven mij uitstijgt? Is autonomie niet eerder rationeel dan emotioneel? Is ze geen perspectief dat moeizaam groeit op basis van feiten, met kennis van oorzaak en gevolg, volgens redelijke overwegingen, na een langdurige reflectie? Alleen een autonomie op relationele en rationele grond kan een transcendentaal karakter verwerven. Dat betekent de mogelijkheid creëren om boven jezelf uit te stijgen. Een stap die noodzakelijk is om die betekenis te begrijpen waar we nu in een crisis nood aan hebben. Een betekenis die verder strekt dan mijn eigen leven. Een tijdsperspectief langer dan mijn bestaan. Een ruimte groter dan mijn leefwereld. En pas dan zal de crisis terug gewoon een virus worden. In zo'n autonomie zal zich een wereld openbaren waaraan ik me in vertrouwen kan overgeven. En waarin het verschil zal verdwijnen tussen man en vrouw, jong of oud, leven of dood, mij en de ander, wel of geen IC-bed, omdat we het leven begrijpen in functie van de mens. Het klinkt ingewikkeld, maar het is eenvoudig. Het is alleen maar dansen. Leren dansen met de wereld, zoals we dansen op de tonen van een Argentijnse tango. Zonder mezelf, maar altijd samen met de ander. Dankjewel, professor Denies. Dank voor een behoorlijk indringende beschouwing die, denk ik, stof voor gesprek zal geven straks in de breakout rooms. De relatie tussen autonomie en het nadenken over zingeving dat misschien door deze coronacrisis, als we dat nog mogen zeggen, wordt gestimuleerd. We gaan nu, dames en heren, naar een intermezzo dat verzorgd is door conservator van het Koninklijk Paleis Amsterdam, Alice Taatgen.
Welkom in de burgerzaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam, waar u vandaag dit symposium, zij het virtueel, bijwoont. In het midden van de 17e eeuw bouwde de rijke handelsmetropool Amsterdam een nieuw stadhuis aan de Dam. Met haar ongekend grote afmetingen doordrong het iedereen van de macht van de stad. Deze burgerzaal was het hart van het stadhuis en voor iedereen vrij toegankelijk. Prachtig beeldhouwwerk onderstreept hier hoe Amsterdam zichzelf graag zag, als heerser over de wereld en als centrum van het universum. Boven de ingang van de zaal troont de Amsterdamse stedenmaagd, die heerst over de wereld en de sterrenhemel. Die liggen hier letterlijk aan haar voeten in de vorm van stenen kaarten ingelegd in de vloer. Met een diameter van 6 meter zijn het de grootste kaarten ter wereld, die tegelijk herinneren aan het kunnen van zeelieden en cartografen en aan de schaduwzijdes van de Amsterdamse handelsdrift in de 17e eeuw. Rond de stedenmaagd cirkelt de rest van het universum. Vier elementen en flora en fauna boven de ramen verbeelden de aardse microcosmos. Romeinse goden in de hoeken van de galerijen verbeelden de planeten. En hoog boven de vloer van de burgerzaal torent Atlas, de mythologische figuur die op de rand van de aarde moest staan voor alle eeuwigheid om het hemelgewelf op zijn schouders te torsen. De speel tussen hemel en aarde, hier aan de Amsterdamse Dam. In 1808 nam de eerste koning van dit land, de Fransman Lodewijk Napoleon, het stadhuis in gebruik als koninklijk paleis. Aan hem danken we de collectie Empire Meubilair, die hier nog steeds de zalen en kamers van het paleis sieren, zoals de armstoelen met zwanenkop op het podium en de kroonluchters daarboven. Nog steeds is de burgerzaal het hart van het Koninklijk Paleis. Jaarlijks vinden hier staatsbezoeken, prijsuitreikingen en andere koninklijke evenementen plaats. Daarnaast is het paleis het hele jaar door geopend voor bezoekers. Vanaf 15 juli zijn onze deuren weer voor u geopend. U bent van harte welkom. Beautiful. We will now move to the second part of the symposium. And because of our distinguished international speakers, we will continue in English. And as a first speaker of this part, I'd like to introduce Professor Chris Withy. Chris Withy is Chief Medical Officer of England and a Professor of Public and International Health of the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Moreover, Professor Withy is still a practicing consultant in medicine at University College London Hospitals. And on a personal note, we have been very closely working together, even during the last and very intense Christmas shift when we were both in the hospital. So it's a big pleasure to introduce Professor Withy to you. I think we were very fortunate internationally that colleagues from China really gave us a head start elsewhere in the world by publishing the genome of the of COVID, allowing for people to develop, including in the UK, very rapidly, diagnostic tests, and also some very important epidemiological and clinical studies. And speaking to Chinese colleagues and counterparts and people working in China in that early phase really allowed us to have the first understanding of this new and very important infection. Early on, it wasn't entirely clear whether it was going to be a localized a problem as happened with SARS, which then was self-limiting, or whether it's become globalized, but it obviously became globalized relatively rapidly, and that was reflected in WHO and other statements. There were some things early on which I think we all accept now that we have changed our views on, certainly in Europe. I mean, the first of which is I think we had read too much into early work on SARS and had assumed that the great majority and probably all transmission was going to come from people who had symptoms, symptomatic people. And that changed over time. We realized the importance of pre-symptomatic and then asymptomatic spread, and that really did shift what we did. And certain interventions we changed views on, particularly the use of face masks, much more widely used in Asia, but only more recently recommended by WHO and by other nations around the world. So there were some definite shifts over time in terms of our understanding.
In the UK and in the Netherlands and elsewhere, we really moved quite rapidly on science. We realized that if this did become globalized, that the only way out of this was going to be a scientific route out of it. It wasn't clear what it would be, whether vaccines would work, whether it would be drugs, as happened, for example, with HIV or other things. But scientific studies were set up, or at least planned for, from January of 2020, and were actually operating in advance of the significant first wave in the UK. And those were observational studies, studies of drugs, particularly drugs we already had, for example, something called the Recovery Trial, which is a drug platform trial that allowed us to test multiple drugs against COVID and studies against vaccines. And we swung a whole variety of programs over, for example, a program against a different coronavirus, MERS. The vaccine program was swung over to deal with COVID, and that led to the Oxford AstraZeneca vaccine, for example. So the scientific effort was really quite considerable from a very early stage. The key moments for us were the first cases, of course, and then subsequently the first wave, which in the UK was spread, was seeded very widely, much more so than in many other European countries, and that's part of the reason we had a very sharp first wave. It wasn't geographically localized, which happened in many nations. It was pretty generalized simultaneously, seeded almost entirely from around Europe rather than actually directly from Asia. And that led to a really very traumatic and difficult time in our first wave of the infection. Lockdowns occurred in the UK as elsewhere, and the first wave came under control over last the summer of 2020. And then we had a very significant second wave in the late autumn and winter, and that was beginning to peak. And then the B117 variant emerged in the UK, or at least was first described in the UK. And that really reignited that peak, and we had significant problems, had to do further lockdowns at that stage. So that led to quite a prolonged period of needing lockdown. But very notably, the mortality rate and the impact on the health service in the second wave, although it actually was, in terms of length of time and peak, was actually greater than the first one, we were better at handling it the second time, as happened elsewhere in Europe. As we got through towards the end of 2020, the fruits of the research that had been set in train in the UK and elsewhere began to emerge, first on drugs, dexamethasone, for example, and then, very importantly, several vaccines, of which the UK contributed one in large part, which was the Oxford AstraZeneca one, and also did trials for multiple other vaccines that are or are in train to be used. And we now find ourselves a long way away from the end of this pandemic, but at least with a pathway out over the next year in which vaccination will play probably the major role. But we are some way away from saying that this is now over. Turning to international collaboration, which is the third thing that I was asked to talk about, right from the beginning, we had quite significant international collaboration. I learned a lot from talking to colleagues in China, in South Korea, in Japan, initially when there was a lot in East Asia. And subsequently, I have very regular conversations, as do all of my colleagues in the UK and across Europe, with European, North American, and international colleagues, both bilaterally, between nations, between groups of European scientists. So, for example, colleagues from the Netherlands and the UK, Germany, France, Spain, regularly meet together to discuss things with colleagues from North America, as well as more widely through international and WHO routes. So there has been both international science and an international wider learning process that's gone on throughout this, and that has been absolutely essential. We have learned a lot from watching what has worked and what has worked less well in other nations, as well as the more formal scientific methods, and benefited hugely from the openness of dialogue that we've had. So I think
when we look back over the pandemic to date, from where we are here, we are massively further forward in our understanding. We have many tools now, but we are a long way away from the end. And it will be, in particular, absolutely critical that we make sure that vaccines are available internationally in all nations and to all people to get us to the point where actually this becomes less of a pandemic and into something which will be with us indefinitely. I don't think anybody really who understands this infection thinks it's going to disappear now, but will be de-risked by the combination of vaccines and drugs and other scientific interventions. I look forward to the discussion. Thank you very much, Professor Witte, for a very interesting speech and this international perspective. And now we move to another international perspective, and that's coming from Japan. And I'm delighted to announce the speech of His Excellency, Mr. Kono Taro. He is a Minister of State in Japan. He is currently COVID-19 vaccine minister in Japan, but he has an enormous career, more than 24 years in the chamber of representatives, the House of Representatives, I should say, in Japan, long-standing member. He has been previously Minister of Foreign Affairs, of Defense, of Administrative and Regulatory Reform. So I think he is one, although he's not that old, he's one of the senior politicians and ministers in Japan. So we are very much looking forward to hear the perspective from the Far East. Your Majesty, King Willem Alexander, Your Majesty, Queen Maxima, distinguished guests, good evening. It is just past midnight in Tokyo, and I hope you are gathering in a good crowd. I would like to thank Professor Levy and Professor Slater for giving me this opportunity to talk about the Japanese perspective of COVID-19. Well, our first encounter with COVID-19 was the cruise ship, now famous, the Diamond Princess, that carried passenger from Hong Kong to Yokohama. They have found a COVID-19 patient in the ship, and they arrived in Port of Yokohama. Then I was a defense minister, and I sent in self-defense forces to rescue and treat passengers and the crew. It was a British ship run by American company with Italian captain, and so many crew and passenger came from so many countries. But I guess we handled it quite well then. The COVID-19 in Asia seemed to be quite different from Europe. We have got just over 500,000 patients in total, and about 12,000 people passed away because of the COVID-19. But so far, I believe we have managed the situation quite well. Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, and some other Asian country managed the situation. I've been asked why there are so small number of COVID-19 patients in Japan. We didn't know. We don't shake hands in Japan. We simply bow. We take off shoes before entering the house. We take bath every day. The Japanese pronunciation is a little bit calmer than Dutch or English or other European language. That's what I say, but I'm not quite sure if that is right. So we are not quite sure. Some people talk about the factor X. We still don't know what it is. But
The thing is, the Japanese government does not have authority to lock down cities and towns. We simply have to ask people to stay home. And people may listen to the Japanese government and stay home. Some people say they are fed up, go out to the town drinking. Same thing for vaccination. The government simply have to ask medical doctors to come out and help us vaccinate the people. So how much authority should the government has in times of emergency will be discussed in Japan, probably in the parliament and in the public. Some people say we are not ready for emergency. This COVID-19 is different from like Ebola or, you know, other more severe pandemic cases. We definitely need to talk about how much power the government have to contain next round of pandemic. The division of responsibility between the central government and the local municipality is something we need to talk about. Vaccination is in Japan job by the local municipalities, and this COVID-19 vaccine is the same. The central government could support local municipalities inoculating the people, but it is still the job of cities and towns. So in case of emergency, who should be doing what? Is this responsibility for the central government, or is this responsibility for the local government? That is also a topic for discussion post-COVID-19. And the government does not have authority to tell doctor to come out and do vaccination. We need to talk to the doctors' association. We ask them to help us vaccinate the people. So a lot of things need to be discussed after COVID-19. One thing we think we have failed is the digitalization of the government. Once COVID-19 starts spreading in Japan, we need to count how many people got COVID-19 particular date. We simply have to ask all the local government to tell us the number. And we were using a fax machine to get the information from the cities and towns all over Japan. A lot of ambassadors came from Europe, surprised to see fax machine is still actually in use in daily life. Many of them told me fax machine in their own country is something you see in history museum. But in Japan, I think the government business administration is still heavily depending on the fax machine. And we are trying to move on to emails or move on to other digital technology. We simply didn't think about it. And when COVID-19 came up, I guess we realized we are really lagging behind. So that's something we really need to think about it. And we have ID number, the national ID number, but there have been very strong opposition from the left. Using ID number for government business is to violate privacy.
So we have not been able to use national ID number for many things. So when the government decided to give out some financial compensation to the people, we didn't have means to provide the money to the people. So we had to mail out application and have people fill in and provide their bank account number and send it back to the government. And based on those paperwork, we simply provide the money to the people. So there are a lot of things we need to do. Well, we started out vaccination in Japan. Last summer, when Pfizer decided to go clinical trial, the number of the Japanese COVID-19 patient were two digits less than Europe or United States. So Pfizer didn't want to do the clinical trial in Japan because it would simply take longer time. But in Japan, since 1970s, there are so many lawsuits against the Japanese government on vaccination. So the general feeling towards vaccination in Japan is quite different from European countries or United States. The government had to do our own clinical trial. We simply had to ask Pfizer to do the clinical trial on 160 people to see it's safe to vaccinate the Japanese people. And that caused a month delay in Japan. So how are we going to deal with vaccine development or vaccination itself is something we really need to discuss after COVID-19 situation. So COVID-19 is a rude awakening for the Japanese government. We learn a lot, and we need to learn from other countries what they are doing and how we can push our administration forward. Thank you very much for giving me this opportunity to talk about our perspective. Looking forward to the discussion. Thank you. Many thanks, Minister Kono, for a very insightful talk. And it's striking to see the similarities, but also the differences between different countries in the world.
Welcome back, everyone. I hope you enjoyed this wonderful performance here from the Burgerzaal by the Holland Baroque Ensemble of Largo from Handel's opera Xerxes. So to end the symposium, I'd like to hand the floor to Femke Halsema, Mayor of Amsterdam and Chairman of the Palace Committee. Thank you. Your Majesties, Your Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Royal Palace Amsterdam Foundation, I would like to thank you for this very interesting afternoon and evening. Our first digital symposium has come to an end on a subject that has the whole world in a tight grip for more than over a year. And I want to thank you, our guests, for your time and willingness to participate so actively in this digital symposium. I would like to thank our guests of honor, Dr. Van Malenstein and Professor Denise, for their presence at the Royal Palace Amsterdam here today and sharing their thoughts with us. The historical and psychological perspective learned something about ourselves, as did the perspective from two other countries. Professor Witte, we appreciate your openness on the strategic choices the United Kingdom have made. Very interesting indeed. And a special word of gratitude to His Excellency Minister Kono. It is now, as was already mentioned by Professor Levy, well after midnight in Japan. And we are grateful for your time and your lecture on the Japanese strategy, how to cope with COVID-19. You have learned us new insights today. Professor Levy, Professor Sluiter, everybody has enjoyed your easy way of presiding this digital meeting. The combination of the four different perspectives and the way you both activated our discussions have made this symposium to a success. I think we found a fitting present to express our gratitude to our four guests of honor and two chairmen. It is a limited edition, and I'm waiting for someone to bring it. Oh, it's already there. All right. It is a limited edition, Delfts Blauw, version of our Royal Palace in Amsterdam. From tomorrow, there will be a summary of this symposium on the website of the Royal Palace Amsterdam. We would very much appreciate if you would share this with your professional network. Ladies and gentlemen, this concludes this symposium. I wish you all a pleasant evening. Thank you very much.